Mijn naam is Marco Glastra, directeur Groningen Landschap. We staan op een mooie plek van het Groningen Landschap. Punt van Reide, de Dollard, het Polder Breebaard ligt achter mij. Wij zijn als Groningen Landschap niet rechtstreeks bij de rest betrokken. We zitten daar wel via de Natuur- en Milieufederatie vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Maar we hebben opvattingen over de hele energietransitie en ook de impact die dat op het landschap en natuur zal krijgen. We zijn er erg van overtuigd dat we af moeten van fossiele energie en dat we over moeten naar herwinbare energie. Dat het ook gevolgen zal hebben voor het landschap, maar op een hele zorgvuldige, liefdevolle manier voor het landschap moet dat plaats gaan vinden. Dus dat betekent op sommige plekken kan het niet, bijvoorbeeld hier op de Zeedijk, waar al die vogels vliegen. Op andere plekken kan het juist wel, bijvoorbeeld in gebieden met veengronden, die oxideren nu, komt veel CO2 bij vrij. Dat zijn prima plekken om zonneparken te ontwikkelen. En als je iets ontwikkelt, moet er ook iets tegenover staan. Voor het landschap, voor de natuur, dat vinden we erg belangrijk. Laten we het op zo'n manier doen dat we over 20, 30 jaar zeggen dat hebben ze goed gedaan. Dat hebben ze op een goede manier in het landschap ingepast en het landschap is er mooier van geworden. Dat zou mijn oproep zijn voor alle mensen betrokken bij de rest.